Goeiedag. Ja, november is nat van start gegaan. De eerste 10 dagen verliepen echt bijzonder nat, met in het westen van het land soms wel 100 tot zelfs 120 mm regen. En ja, die paraplu was dan ook echt wel nodig. En in deze 30 dagen gaan we kijken of we van dat nattere en soms wat onstuimige weer ook af kunnen komen. We beginnen eerst met een weerkaart op maandag en dan zien we een groot lage drukgebied boven de oceaan liggen. En daaromheen zitten nog altijd een paar storingen met regen en regengebieden die ons land kunnen bereiken. Er staat ook af en toe veel wind en komende week verandert er eigenlijk vrij weinig aan. Dat lage drukgebied blijft min of meer op zijn plek liggen en storingen bereiken dus nog steeds ons land. Weliswaar later in de week zal de storingen of zou het lage drukgebied iets meer afzakken en wat meer het continent optrekken. En dan kan er ook veel sneeuw in de Alpen vallen. Dus ja, het is eigenlijk best wel een natte eerste week van de 30 dagen. Met weinig ruimte voor verandering. En hoe vertaalt zich dat dan in de luchtdrukkaart? Nou, dat zien we het ook heel mooi terug. Afwijkingen naar beneden wat betreft de luchtdruk vanaf de oceaan naar ons land toe, zo het continent op. En wat verder opvalt is ja, toch wel hoge drukinvloed boven Scandinavië, maar ook boven Spanje. En in zo'n hoge drukgebied kan het in Scandinavië ook best wel koud winterweer zijn. Dat is het ook komende week. Met temperaturen ja, toch wel ruim onder het normaal voor de tijd van het jaar. Het is af en toe best wel koud winterweer en die kou stroomt ook af over Oost-Europa heen, maar bereikt ons land niet. Want bij ons hebben we dus nog altijd te maken met de toevoer van ja, toch wel die zachte en onstuimige lucht uit het westen. Verder naar Zuid-Europa zien we een verdere afwijking naar beneden of naar boven. In Spanje is het soms af en toe nog prima na zomerweer. En met die luchtdruk, lage luchtdruk invloeden, bij ons is het dus ook ja, best wel nat voor de tijd van het jaar. We zien eigenlijk over diezelfde band heen ja, te veel neerslag voor de tijd van het jaar. Vanaf de oceaan het continent op. En wat verder opvalt is dat in de Alpenlanden echt wel veel neerslag gaat vallen de komende 7 tot 10 dagen. Daar kan zomaar weer eens een meter tot anderhalve meter sneeuw vanaf 1500 meter vallen. Dat is echt een droomstart voor de wintersporters. Kijken we nog een weekje verder, ja, dan zien we eigenlijk weinig verandering in de luchtdrukkaarten. Lage druk invloeden nog altijd ten noorden van ons land en daaromheen dus een westelijke toevoer van nog altijd lage drukgebieden. Ja, en dus ook vrij zachte lucht. En dat zien we ook mooi terug in de temperatuurkaart. Nederland en ook een groot deel van West- en Zuidwest-Europa in die toch al te warme lucht. Normaal ligt de temperatuur eind november zo rond een graad of 9 à 10. En met dit soort afwijkingen zou de middagtemperatuur dus nog ruim in de 10 graden kunnen uitkomen. Kouder weer vinden we dus opnieuw boven Scandinavië, maar het wordt wel wat verder naar het noorden teruggeschoven, teruggeduwd. Dus ja, die westenwind lijkt toch iets dominanter te worden. En daarbij nog altijd een neerslagafwijking in de plus vanaf de oceaan in onze omgeving, waar dus nog altijd te veel neerslag voor de tijd van het jaar valt. Als we naar begin december kijken, dan zien we helaas weinig verandering. Tenminste, helaas voor de winterliefhebbers. Want lage drukinvloeden blijven ons weerbeeld nog altijd bepalen, met daaromheen dus die westelijke toevoer van ja, relatief zachte en ook dus onstuimige lucht. Winterweer is dus echt nog niet aan de orde begin december. En ook later in december zien we helaas geen tekenen van winterweer. Sterker nog, het luchtdruksignaal voor te lage luchtdruk lijkt in deze omgeving zelfs iets toe te nemen, waardoor bij ons nog altijd die wind uit het westen blijft waaien. En ja, zicht op winterweer is er dus niet. Nou, deze 30 dagen is dan samengevat. De komende 30 dagen blijven te maken houden met geregeld veel wind en buien. Blijft ook iets te zacht voor de tijd van het jaar. En voor de winterliefhebbers is er helaas weinig goed nieuws. Fijn weekend.